van Fleetwood Mac naar heel andere muziek, naar de muziek van Louis Andriessen, want in het omroeparchief is een onbekende compositie gevonden van die componist. En het gaat om een stuk dat hij al schreef toen hij 19 jaar was. En die wereldberoemde Nederlandse componist Andriessen overleed afgelopen zomer. Frans van Geurp is podcastmaker van de NTR en een van de mensen die dat stuk heeft gevonden. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe kwamen jullie het op het spoor? Ja, we zijn anderhalf jaar geleden begonnen het archief te onderzoeken. We wisten dat daar een enorme hoeveelheid bladmuziek lag. We zijn op zoek gegaan naar stukken waarvan geen enkele opname meer van bestaat. En die gaan we dan in die podcast eigenlijk tot leven wekken. En toen kwamen wij terecht bij een stuk van ene Elmo Carter en Jan-Jaap Cassis. Dat is eigenlijk de muziekconservator al daar. Die is altijd geïntrigeerd door handgeschreven partituren. En wat zag hij daar staan, naast Elmo Carter, een doorgehaalde naam, dat was Louis Andriessen. Nou, toen dacht hij al van, hé, dit moet iets bijzonders zijn, want dit kan niet anders als van de grote maestro zijn. Daarbij blijkt nog 5 andere stukken geschreven te hebben voor diezelfde bezetting van 5 strijkers met piano. Maar dat zijn allemaal arrangementen van, ja, laten we zeggen, Amerikaanse jazzmuziek, waar hij toentertijd dol op was. Eerst even naar die naam, Elmo Carter, want wat is dat dan voor naam? Nou, dat is eigenlijk gewoon een pseudoniem. Het kwam meer voor bij de omroep dat, zeg maar, bekende componisten, als ze voor de omroep werkten, dat was niet helemaal hun eigen artistieke werk, zeg maar, dat ze dat dan deden onder pseudoniem. Dus zijn broer, Jurjaan Andriessen, die zal hem waarschijnlijk ook hebben aangeraden om dat te doen. Want die heette namelijk Leslie Cool als pseudoniem. En Elmo Carter, ja, Carter is ook een componist, maar het is ook een Amerikaanse naam natuurlijk. Ja. Dat is geheel, zeg maar, hoe zij als jongere toen dachten, Amerika was toch eigenlijk het voorland. Ja, maar deden ze dan, kozen ze dan een pseudoniem omdat ze het werken voor de omroep eigenlijk een beetje te min vonden? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Waarom deden ze dat? Nou, Louis stond natuurlijk helemaal aan het begin van de carrière. Er zijn voor dit stuk slechts 2 opusnummers bekend geweest. Maar hij wist al lang, hij komt natuurlijk uit een muzikantenfamilie, zijn vader was ook componist. Hij wist al lang dat muziek en componist worden, dat is wat hij wilde. En ik denk dat hij inderdaad op aanraden van zijn 14 jaar oudere broer, die echt het klappen van de zweep natuurlijk al kende, wist dat dat misschien goed was om te doen. Want je weet maar nooit als je later bekend zou worden hoe je er dan op zou staan, zeg maar. Ja. Dus het is inderdaad een soort voorzorg. Ja. Er zijn meer componisten bekend, zoals Cor de Groot, die had ook een pseudoniem. Ja. En voor wie schreef hij dat stuk? Ja, dat schreef hij voor het ensemble van Guy Sherwood. En dat is dus het pseudoniem van Cor de Groot. Ah ja. Die had namelijk een omroepensemble met 5 strijkers en piano. Hij zelf speelde natuurlijk de piano. En hij heeft eigenlijk de opdracht gegeven. En waarschijnlijk is dat gelopen dus via de broer Jurjaan Andriessen, die het werk doorspeelde naar Louis. En die heeft zich erop gestort. Het is een geweldig mooi, fijnzinnig gecomponeerd. Beetje in de stijl van My Funny Valentine. Ook zo'n Amerikaanse jazzklassieker. Maar dan helemaal zelf verzonnen. Ja. Maar wel in die stijl. Dus je hoort die beetje jazzy akkoorden. Je hoort een hele mooie melodie. Ja, het is eigenlijk een soort muzikaal miniatuurtje geworden. En echt iets heel anders dan wat hij later heeft geschreven. Ja, maar kijk, toen was hij 19. Hij had zijn stijl eigenlijk nog helemaal niet ontwikkeld. We wisten nog niet dat hij later de grote componist zou worden van grote monumentale werken. Maar je hoort hier al wel eigenlijk de trefzekerheid van zijn pen. Want ja. Hij begint met een hele prachtige pianoakkoorden en dan komt er langzaamaan, komen die strijkers erbij. Hij bouwt het op, hij geeft er een vorm aan en binnen 3 minuten vertelt hij eigenlijk een verhaal met hier een heel mooi slot. Ja, en die dat is een soort treffende pen, noem ik dat. Dan ben je eigenlijk al toch een hele grote als je dit zo kan neerzetten. Het zal geen muziekstudent uit die tijd zo hebben kunnen doen. Nou ja, nu kunnen we natuurlijk niet wachten om het te horen. Die omroeporkesten die al hun muziek dus daar in die archieven hebben liggen, die zijn er natuurlijk niet meer. Maar we hebben wel het Radio Philharmonisch. Heeft u hen al gevraagd om het te spelen?
Ja, dat hebben we natuurlijk meteen gedaan, want het was coronatijd. Ze zaten werkeloos thuis gedurende een bepaalde periode. Dat hebben wij aangegrepen om muziek dus op te zoeken en aan hun te vragen, jongens, willen jullie dat gaan spelen? Dus het is niet voor orkest. Dus we hebben gezocht naar ensembles en verschillende ensembles uit het orkest zijn gevormd en hebben de stukjes opgevoerd en opgenomen. En donderdag gaan we het voor het eerst laten horen op de radio waar het thuis hoort. Donderdag, dus in podium te horen op Radio 4. Frans van Geurp van de NTR. Ja, dank.